2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Midvliet TV wil daar graag aandacht aan besteden door elke maand een onderdeel van het erfgoed van de gemeente Leidschendam-Voorburg en Stompwijk in de schijnwerpers te zetten. Het gaat om erfgoed waar wij misschien dagelijks aan voorbij rijden of voorbij lopen en waarbij we ons niet realiseren hoe mooi en beeldbepalend het is. Ik sta in Museum Swaenstein, want tot 2 december 2018 wordt hier de tentoonstelling De Gouden Eeuw van de Vliet georganiseerd. Tijdens de tentoonstelling wordt hier een 7,5 meter lange kaart getoond van Koenraad Oelens uit 1556. Deze kaart wordt voor het eerst getoond. Bij de tentoonstelling is een boek uitgegeven van Kees van der Leer en andere auteurs. Het heet De Vliet langs Leidschendam en Voorburg. Ik heb een afspraak met Kees en hij gaat me er meer over vertellen. Hi Kees. Kees, wat is de relatie van het boek met de kaart? Het boek vertelt de geschiedenis van de Vliet van de prehistorie tot en met het heden. En daarin neemt de kaart een zeer belangrijke plek in. Gemaakt in 1556. En het vertelt hele bijzondere dingen over de Vliet. Ja, de kaart loopt van Delft helemaal tot aan Leiden. En we staan hier bij het gedeelte van Voorburg. En dan zien we, als we dichterbij kijken, vooral de bruggen. Heel mooi getekend. De Nieuwe Tolbrug, de Oude Tolbrug, de Kerkbrug en hier de Wiekerbrug. En behalve de bruggen wordt ook aangegeven, daar ging het in feite om, de diepte van de Vliet, of beter gezegd de ondiepte van de Vliet, en ook de afstand van de onderkant van de brug tot aan het waterniveau. Die ondiepte was eigenlijk wel heel plezierig voor de boeren. Maar goed, die boeren hadden belang bij een ondiepe Vliet, want dan konden ze heel gemakkelijk met hun vee naar de overkant, waar de weilanden lagen, en ook met paard en wagens konden ze door die wedden, zo heette die ondiepte, naar de overkant toe. De Vliet was aanvankelijk bedoeld als afwatering, maar in de loop der eeuwen werd het transport over de Vliet per schip uiteraard steeds belangrijker. En toen ging zich wreken dat de Vliet zeer ondiep was. Toen kregen we een probleem dat die Vliet uitgediept moest worden. Dat was een verplichting van Voorburg, maar Voorburg had steeds uitvluchten. Op een bepaald moment heeft toen het Hoogheemraadschap gedreigd en gezegd, nu moet het gebeuren. En om wat meer vaste voet onder de grond te hebben, heeft het Hoogheemraadschap toen deze kaart laten maken. Verder is ook natuurlijk het oude centrum van Voorburg prachtig afgebeeld. Zelfs de kerk. Zelfs de kerk. Ja. En wat ook heel bijzonder is, je ziet hier ook heel mooi de overtoom waarmee de schepen over de dam van Leidschendam werden getrokken. Het is een hele mooie kaart, maar is dit de oudste kaart van de Vliet? Deze kaart is uit 1556 en is niet de oudste kaart. De oudste kaart van de Vliet dateert van 1522. Ja, nou, dit is dan die kaart uit 1522. Een hele bijzondere kaart. Hier loopt de Vliet, maar het meest bijzondere van deze kaart is al die herbergen, tapperijen worden ze genoemd, die hier getekend staan. Waarschijnlijk is dat, heeft dat te maken met belastingheffing of er was een conflict over die herbergen. Kees, je hebt er een mooi boek over geschreven. Ik heb het idee dat je er ook heel veel gevoel bij hebt. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met mijn woonplek. Ik woon aan de Vliet. In een bijzonder huis in de wereld is veel gevaar. Ja, ik woon bovenin achter het timpaan met de Lodewijk XVI guirlandes. En het is eigenlijk een oude zolder en de sfeer is precies zoals toen Jacques Reiziger, de zoon van de laatste kostschoolhouder, daar zijn gedichten schreef. En de naam, in de wereld is veel gevaar. Hoe moet ik dat uitleggen? Zoals iedere buitenplaats is de naam dubbelzinnig. Het huis is eigenlijk gebouwd door een schipper, althans dat vermoeden we. En het betekent dus eigenlijk, er wordt heel veel gevaren in de wereld. Maar iedereen die het voor het eerst hoort, die denkt, oh, het is een waarschuwing voor het gevaar in het leven. En toen hier de jongenskostscholen zaten, was het natuurlijk heel toepasselijk. Er is, nadat het huis gebouwd is en de familie Nauw eruit vertrokken was,
is het een kostschool geworden voor deftige jonge heren. En de laatste kostschoolhouder is Jacobus Reiziger geweest, de vader van de dichter die op zolder zulke aardige gedichten schreef. Wat is dit, Kees? Dit is nog een oud overblijfsel van eigenlijk iets wat met de trekschuit heeft te maken. We hebben natuurlijk net over het jaagpad van de trekschuit gelopen. En hier zien we een voorziening om het touw van de trekschuit te begeleiden over als het ware de brug heen. Zo. Ja. Wij zien hier nog een restant van de oude havensloot. Die liep helemaal door de Kerkstraat tot aan het uitstekende huis, hè, waar Spinoza uiteindelijk heeft gewoond. En deze haven is gedempt in 1914. Oké, dus ik zie hier een bordje van Mooi Voorburg. Ja, dat is terecht, want dit is natuurlijk Huizen Middendorp en dat is een officieel monument. Hallo. Goedemiddag. Kees, wat ga je me hier binnen laten zien? Nou, de heer Rietema die zal ons graag het alleroudste gedeelte van dit huis tonen. Dat is een 14e eeuwse gotische kelder. We zien hier dus de gotische bogen. En het is natuurlijk heel bijzonder om in zo'n heel oud stuk te staan. En wat nog meer bijzonder is, is dat wij weten dat deze kelder ook gebruikt werd om het bier op te slaan voor de Oranjezaal, de herberg, die hier ook vanaf 1800, dus zeg maar de 19e eeuw, hier gevestigd was. Van de huidige bewoner, de heer Rietema, heb ik begrepen dat het zo bijzonder is dat dit als het ware een laat gotische kelder is met bogen en dat de pilaar in het midden staat. En wat ook heel bijzonder is, dat in de 18e eeuw hier een herberg met een tap in was gevestigd en dat hier op deze plek de vaten bier werden opgeslagen. Hier zien we nog een overblijfsel van het luik waardoorheen de vaten bier naar boven naar de tap werden getakeld. Ik laat graag even zien het theehuisje van Middendorp. Dat is het enige originele theehuisje dat nog overeind staat. Dit theehuis is van eind 17e eeuw. En ja, het wordt vaak in stukken, in archiefstukken, een theekoepel genoemd. Maar het is natuurlijk, een theekoepel heeft een echte koepel. En dat heeft dit huisje niet, maar dat maakt het des te meer bijzonder. Te meer daar het ook enigszins de vorm heeft van de theehuisjes die Constantijn Huygens bij zijn hofhek heeft laten bouwen. En bij buitenplaatsen hoorden vaak hele bijzondere tuinen. En die buitenplaatseigenaren haalden vaak exotische planten naar Holland. Wat is dit voor bijzonderheid, Kees? Nou, wat zo leuk is aan dit gebouwtje, dat het laat zien dat er bij veel buitenplaatsen economische bedrijvigheden plaatsvonden. Bij Middendorp, in 1866 gekocht door Jan Bleuland van Oort. Die begon hier een gasfabriekje. En ik heb het altijd heel leuk gevonden dat hiernaast staat in de wereld veel gevaar. Er was ook economische bedrijvigheid. De bouwheer, meneer Nauw, die had daar een leerlooierij. Later kwam er een jongenskostschool en op het eind zat daar een wasserij in. Bij heel veel buitenplaatsen waren vroeger ook hondengraven. En dit is het hondengraf van Olly, 2 weken geleden overleden. En het blijft natuurlijk bijzonder dat hondengraven een traditie zijn en dat deze ook nu nog steeds in ere gehouden wordt. Wat kun je vertellen over dit gebouw? Dit is nog een restant van een bijgebouw van de buitenplaats Hoekvliet. En dit gebouwtje is bijzonder omdat hier vroeger een parfumfabriekje in was gevestigd. Met het heerlijk geurende Voorburgs water. En de eigenaar was zeer trots dat zelfs koningin Wilhelmina haar zakdoeken ermee besprenkelde. En vanaf toen heette het O de Voorburg. Je hebt aandacht besteed eraan in je boek. Ja, want het is zo bijzonder dat nog één exemplaar van dit flesje met O de Voorburg bewaard is gebleven. En wordt nu getoond in Museum Swaanstein, waar het keurig bewaard blijft. We staan hier in Park Vreugd en Rust. Een heel bijzonder park, omdat hier nog de contouren van de landschappelijke stijl van meneer Zogger zijn te zien. Extra bijzonder is
dat er ook nog steeds een dierenparkje is. Eigenlijk van origine een hertenkamp, maar door er meer dieren aan toe te voegen werd het een dierenparkje. En heel veel buitenplaatsen hadden vroeger zo'n menagerie of een faisanterie. In dat laatste geval had je alleen maar vogels. En in de Voorburgse De Loo was natuurlijk een hele mooie menagerie. Eigenlijk de eerste dierentuin in Europa. En dit is een zogenaamd Rousseau-eilandje. Een belangrijk onderdeel vaak van de landschappelijke tuinstijl. En een Rousseau-eilandje is een soort herinnering aan Jean-Jacques Rousseau, wiens graf op een eilandje was geplaatst met een aantal bomen ernaast. Er is een aquarel van gemaakt door meneer Schipperes en die is in het bezit van Museum Swaanstein. Jean-Jacques Rousseau was een befaamde filosoof die ook op een eilandje ligt begraven. En daarom hoort hier van origine ook een urn op het eilandje te staan. Als herinnering aan deze befaamde filosoof die vaak in natuurbeelden dacht. Vreugde en Rust is vooral bekend als geboorteplek van Groen van Prinsterer in 1801. Een befaamd staatsman die een dagboek bijhield waarin hij onder andere diverse wandelingen door het Overbos met slingerpaden van de landschappelijke stijl beschrijft. Maar dan heb je ook een prachtige zichtlijn. Ja, die zichtlijn is natuurlijk nog een overblijfsel van de oudere tuin. En die zichtlijn was zo bijzonder dat die helemaal tot aan Huis ten Bosch liep. Want de vader van Groen van Prinsterer was Petrus Groen van Prinsterer. En die was lijfarts van Lodewijk Napoleon op Huis ten Bosch en later van koning Willem I. Dit is de gevelsteen van de buitenplaats Bijvliet, die op deze plek heeft gestaan. En die buitenplaats die werd in 1654 gekocht door een vooraanstaand Rooms-Katholiek. Met de bedoeling om daar een schuilkerk in onder te brengen. En dat is ook gelukt. Die schuilkerk werd uiteindelijk omgezet in deze fraaie kerk ontworpen door Margrie. Volgens mij staat dat theekoepeltje in het boek. Ja, dit is inderdaad een theekoepeltje. En hier heeft vroeger, toen het nog de buitenplaats Bijvliet was, een echte heuse theekoepel gestaan. Goh, wat een prachtig uitzicht. Ja, dat is echt fantastisch. En dat was ook heel kenmerkend voor hoe vroeger alle buitenplaatsen dit soort vergezichten hadden. Het is toch fantastisch dat je hier met je hoge gasten thee ging zitten drinken. Thee was in die 17e eeuw een zeer kostbare drank. Dus wat was er nou mooier dan je gasten op iets heel kostbaars trakteren. En wat een mooi uitzicht hier vanuit zo'n prieel. We staan bij de Wiekerbrug. Waarom is het een ophalbrug? Van origine was het geen ophalbrug. In omstreeks 1500 werd deze brug gebouwd. En toen was het een vaste lage brug. En dat was een groot probleem voor de schepen. En toen hebben ze daar een hoge vaste brug van gemaakt. Maar toen kregen ze weer een probleem met de boeren. Want de boeren met hun paard en wagens, en vooral als het hoog opgetaste hooiwagens waren, die verongelukten. En uiteindelijk is het probleem opgelost door er in 1918 een mooie ophaalbrug van te maken. Met een prachtige boog als een soort welkom. En nou zie ik er een heel leuk huisje naast staan. En dat staat volgens mij ook in jouw boek? Ja, het is van origine een complete boerderij geweest, de boerderij van der Ham. En die boerderij werd afgebroken, maar het voorste gedeelte, de opkamer, is blijven staan en doet nu dienst als een brugwachtershuisje. Is hij echt nog in gebruik? Hij is niet helemaal meer in gebruik, want op een bepaald moment zijn al die brugwachters, die zijn min of meer verdwenen en vervangen door een centraal punt. En nu is het de bedoeling dat er een bed and breakfast in komt. Kees, nou heb je me heel veel verteld over de Vliet, maar hoe zit het nu met de gracht van Corbelo? Is dat hetzelfde?
De huidige Vliet valt in belangrijke mate samen met de gracht van Corbulo, gegraven door die Romeinse veldheer. Alleen bij Leidschendam wijkt hij duidelijk af. Daar ging hij een beetje de bocht om vervolgens door de waterscheiding heen te lopen en daarna weer evenwijdig aan de Vliet. En het leuke is dat daar een stuk van is teruggevonden. Oh, kunnen we daar dan kijken? Ja. Goh, Kees, we zijn weer op een brug. Ja, dit is een reconstructie van een Romeinse brug. Helemaal nagebouwd. En het bijzondere is dat we ook staan op de plek waar de gracht van Corbulo heeft gelopen. Aangelegd zo 47 na Christus. Op deze plek vonden ze oude beschoeiingen, waarvan bleek dat ze inderdaad uit die tijd dateerden. Ja, dus dit is gewoon de reconstructie van een stukje van de gracht van Corbulo op de originele plek. Kees, je hebt me een klein stukje van de Vliet laten zien. Ik ben heel enthousiast, ik vind het heel mooi. En Constantijn Huygens heeft daar ook hele mooie gedichten over geschreven. Maar hij was zeker niet de enige die dat deed. Ja, sowieso was Constantijn Huygens bijna verliefd op de Vliet. Hij noemde het ook de Vliet der Vlieten, de levendigste rivier. Maar persoonlijk ben ik erg onder de indruk van de gedichten die Jacques Reiziger heeft gemaakt. Hij schreef melancholieke gedichten en daarin gebruikte hij beelden van de Vliet. Hij was de zoon van de kostschoolhouder, de laatste kostschoolhouder in de wereld veel gevaar. Dus hij zat dicht bij het vuur. In het boek heb ik twee van zijn gedichten opgenomen waarin de Vliet een rol speelt. Er staat boven langs de vaart, een stille bedevaart heb ik gedaan naar de oude Vliet, beplant met lindebomen. Waaronder grauwt het pad der schaduwlaan, waarin zo vaak ik dwepend liep te dromen. Jij blanke en door maanden glanzende Vliet, die door de weide vloeit bij duister, van waar de onzichtbare macht en luister, die mij ontlokken doet een zangerig avondlied. Prachtig. Ja, mooi hè. Het tekent ook helemaal de sfeer van en het huis waarin hij woonde en natuurlijk de Vliet die er gezellig langs kabbelt. Nou ja, gezellig, soms ook wel eens een beetje dreigend. Nou, Kees, heel erg bedankt en tot de volgende keer. Tot ziens.